Luca Dijkhuis is slechts 13 jaar en nu al een groot talent op choreoflakee. Ze doet aan kunstschaatsen. Kunstschaatsen is een beetje dansen op ijs. Ik was 6,5 toen ik begon met schaatsen. Bijna 7. Haar buurvrouw vroeg haar of ze misschien mee wilde schaatsen, waarna ze de passie voor het kunstschaatsen helemaal ontdekte. Inmiddels rijdt ze de ene wedstrijd na de andere. Zo heeft ze een tijdje terug meegedaan aan het NK, waarbij ze internationaal 5e werd en nationaal Nederlands kampioen. Door de wedstrijden schaatsen ze vaak in andere landen. Denemarken, Letland, Duitsland, België, Luxemburg, Italië, Oostenrijk en Hongarije. Welke vond je het echt het leukste om naartoe te gaan? Ik denk al Letland. Heel mooi met het vliegtuig en ouders raden dan niet mee. Zit je met mooie schaatsen. Ook is het haar droom om ooit aan de Olympische Spelen mee te doen. Het lijkt me heel leuk om daar naartoe te gaan. Het is ook een droom en ik probeer die waar. Toch ziet ze zichzelf in de toekomst nog niet ergens anders wonen dan op Goeree-Overflakkee. Ik denk dat ik wel op Flakkee blijf wonen. En ik denk dat ik dan wel lang moet gaan rijden, maar dan maar. Wil je dit talent blijven volgen? Dat kan door haar te gaan volgen op Instagram en Facebook.